Goedendag. 1 november is het alweer. En deze foto werd vorig jaar in november gemaakt. Eind november. Toen was het echt wel een beetje winters in delen van het land. Ook deze dames hebben dat toen ondervonden in Deventer. Een voetbalwedstrijd, maar wel op een veld waar wat sneeuw lag. Nou, gaan we deze novembermaand ook al winters weer krijgen? We gaan er eens eventjes naar kijken. Maar eerst ga ik eventjes uw aandacht vestigen op de winterverwachting die wij later deze maand met het hele team gaan maken. En dat is echt de moeite waard, want we kijken naar de verwachting, hoe zo'n verwachting gemaakt wordt. We gaan er uitgebreid bij stilstaan en uiteindelijk gaan we ook nog een conclusie trekken. Aan het einde van november zal dat zover zijn. Het zou mooi zijn als u alvast gaat abonneren, duimpje omhoog doet. Want ja, dan bent u er direct bij op het moment dat we deze winterverwachting gaan uitzenden. Goed, wordt het winter in november? Wat is normaal in november? Temperaturen begin november, maximumtemperaturen, zo tussen 11 en 12 graden. En eind november zitten we tussen de 8 en 9 graden. Nachten die worden gemiddeld genomen duidelijk kouder. We gaan al naar 3 à 4 graden aan het eind. En wat neerslag betreft, nou, dat kaartje heb ik hier ook. Het beeld is nog steeds een beetje een herfstachtig beeld, met de meeste neerslag in de kustgebieden. Warm zeewater zorgt vaak voor buienactiviteit. En naarmate je meer het binnenland ingaat, zie je daar minder neerslag. Dat is allemaal normaal voor november. Laten we maar eens gaan kijken wat het gaat worden. We beginnen met de bovenlucht en dan zien we op 500 hectopascal, zo'n 5 kilometer hoogte, die koude lucht nog steeds in de buurt van Spanje en Portugal. Is wel iets meer naar de oceaan opgeschoven en daardoor is die temperatuur iets opgelopen boven Spanje. In de bovenlucht nogmaals, maar dat zorgde wel voor die hevige buien. Dat warme zeewater rond Spanje en die hoge of die koude lucht bovenin, ja, dat leidde tot enorme buien. U hebt die beelden ongetwijfeld gezien. Boven onze omgeving heel duidelijk een blokkade, zoals we dat noemen, een hoge drukgebied. En dat blokkeert alles vanuit het westen. Dat wordt dus in feite steeds naar het zuiden toegedrukt. En dat hebben we de afgelopen week gezien. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat patroon zich verder gaat ontwikkelen. In het weekeinde zal dat nog niet veel anders zijn. En begin volgende week, ja, dan moeten we eventjes wachten tot de animatie daar aangekomen is. Dan zien we dat die rug iets aan het kantelen is, maar nog steeds heel dominant boven Centraal-Europa en ook wel boven Nederland. Bovenlucht wordt langzaam maar zeker wel iets kouder in de loop van de week. En dan zien we ook dat boven Spanje en Portugal een nieuwe rug van hoge luchtdruk in de bovenlucht zich opbouwt. En dat betekent dat daar die activiteit geleidelijk aan toch wel gaat verdwijnen. Hoewel later in de week toch ook alweer wat koude lucht. Kortom, daar is het wat onbestendiger. In onze omgeving is het volgende week nog steeds heel rustig, dankzij die blokkade die aanwezig is. Aan de grond zien we het hoge drukgebied ook heel duidelijk. In het weekend trekt dat over Nederland heen. Zondag waarschijnlijk een prachtig mooie dag. En begin volgende week is dat hoge drukgebied ook nog steeds dominant. Uiteindelijk moet dit allemaal wat meer naar het oosten en zuiden gaan zakken. We zien de stroming al wat draaien. En als dit dan doorkantelt, dan kom je weer wat meer in een westcirculatie uit. Nou, dat zal volgende week nog niet echt gaan gebeuren. Maar in de tweede helft van november verwacht ik wel dat we wat meer dat patroon gaan krijgen. Kijk eens naar die luchtdrukafwijking boven onze omgeving voor volgende week. Hoge luchtdruk, duidelijk aanwezig. En u kunt zich voorstellen dat dat voor heel rustig weer zorgt. Dat hoeft niet voor zonnig weer te zorgen. Dat hebben we de afgelopen week wel gemerkt. Er is kans op laaghangende bewolking, er is kans op mist. En als er dan wat drogere pluklucht voorbij komt, ja, dan kan de zon ook wel doorbreken. Op zondag gaan we dat ongetwijfeld merken. Wat de temperatuur betreft, ja, met die bewolking zal de zon niet heel veel kunnen doen. Ik denk dat die temperatuur rond normaal zal zijn. De warme lucht zit echt wel boven de oceaan. En de koude lucht, die vinden we terug meer naar het oosten van Europa. Laten we ook de pluim er maar eens bij gaan pakken. Dan zien we dat die temperatuur heel weinig variatie toont. Ook volgende week zitten we zo rond die 12 graden over het algemeen. En dat gaat gewoon door in de tweede helft van de week. Er komt wel meer onzekerheid in. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat komt de zon er goed doorheen of niet. Dan krijg je wat meer zo'n zaagtandstructuur met lagere minima en hogere maxima op dat moment. Qua neerslag, hoge drukgebied, u heeft het gezien, betekent vrijwel droog weer. Ik verwacht nauwelijks tot geen neerslag de komende twee weken. Ja, misschien in die tweede week dat die kans op neerslag iets gaat toenemen. Dat betekent dat we qua neerslagafwijking ook heel weinig variatie zien. Dit is de week voor 11 tot en met 18 november. Ja, normale neerslaghoeveelheden, dat komt dan omdat je misschien later in die week
wat meer die westcirculatie gaat krijgen. Want dat is wel iets wat we in het patroon gaan zien. Heel duidelijk in die week van 11 tot 18 november. De lage drukgebieden ten noorden van ons en hoge drukgebieden ten zuiden van ons. En dat betekent een meer westelijke stroming. Dit is een luchtdrukopbouw zoals je die zou verwachten in deze tijd van het jaar. In Spanje en Portugal, waarschijnlijk ook allemaal een stuk rustiger. In Zuid-Europa keert gewoon de rust weer terug op basis van deze kaarten. Kijken we dan naar de temperatuur, dan zien we in diezelfde week dat het weer wat warmer gaat worden in onze omgeving. Nou, dat heeft ook te maken met die westelijke stroming. Krijg je toch wat meer de lucht vanaf de oceaan. En de oceanen, die zijn warm, maritieme lucht. En dat zorgt ervoor dat het waarschijnlijk net allemaal wat zachter zal zijn. Gaan we nog een stapje maken. Komen we uit op 18 november tot 25 november, de week dat we misschien wel die winterverwachting gaan uitzenden. Houdt u daar rekening mee? Warme lucht nog steeds in die omgeving van Nederland en ook daaromheen. En ja, dat betekent dat we nog steeds niet echt iets winters gaan zien zoals het vorige keer ging. Vorig jaar ging in november. Ik zie dat niet echt terug in die weerkaarten. Zeker ook als ik het patroon erbij pak, want we zien nog steeds lage druk ten noorden, hoge drukgebieden ten zuiden van ons. Bij zelfs wat meer invloed van dat hoge drukgebied in die periode. Droger weer, maar wel een overwegend wat westelijke circulatie. En vandaar dus die wat hogere temperaturen. Neerslagafwijking voor 25 november tot 2 december. Nou, we zien dat daar eigenlijk ook niets op te zien is. Goed nieuws nog steeds voor Spanje en Portugal. Daar niet meer die grote neerslaghoeveelheden zoals we die afgelopen week hebben gezien. Dat ziet er allemaal wat droger uit. En voor ons geldt ook een droog begin van november. Die eerste twee weken verwacht ik nauwelijks neerslag. Tweede helft wel wat meer wisselvalligheid, omdat dan die westcirculatie op gang komt. Maar op basis van al die kaarten die ik u nu heb laten zien, zie ik nog geen winterweer in november. Nog een fijne dag.